Ik word geroepen door Ben dat hij wat moois heb. Nou, dan ben ik benieuwd. Hij wordt wild. Dus we gaan snel samen kijken. Een mooi hangertje hoor ik. Een mooi hangertje. Oh. Even kijken hoor. Hallo mensen, welkom. Daar zijn we weer. Nou, we hoeven eigenlijk niet te vertellen wat we gaan doen. Dat weten jullie inmiddels wel. We gaan weer lekker graven. Heb ik het nou toch verteld? Ja. Nou ja. Ja. Gisteren heb ik een leuke munt gevonden. Dus niet vandaag, maar ik vind hem zo leuk dat ik het toch eventjes een stukje over wil vertellen. Ja, die moet je zeker laten zien. Een zilveren rijderschelling. Ja, de pros die weten het natuurlijk al, daar hoef je eigenlijk niks meer over uit te leggen. Maar misschien zitten er ook mensen te kijken die toch nog wel nieuwsgierig zijn wat het nou precies is, een rijderschelling. En die werden in 1675 voor het eerst gemaakt, tot en met 1692. Maar wat was nou het geval? De muntmeesters die deze maakten, die sjoemelden een beetje met het zilvergehalte, waardoor eigenlijk het gewicht in sommige gevallen te laag was. En zo konden hun een beetje natuurlijk smokkelen en een beetje winst pakken. Maar toen hebben ze dus besloten in 1685 om de munten te gaan wegen. En degene die aan het originele, aan het goede gewicht zaten, die kregen een klop. Dat was een pijlenbundel. En die niet aan het goede gewicht zaten, die kregen dat dus niet. Dus die gingen dan door voor een 5,5 stuiver stuk. Dus geen 6 stuiver, maar dan, ja, die gingen dan door voor een 5,5 stuiver stuk. En dat noemden ze dan een 6,5. Dus alles na 1685 zonder klop, dat ging door voor een 5,5 stuiver stuk. Dus ja, best wel leuk. Ik zal hem even wat dichterbij brengen. Ja. Ja, dat is een mooie hoor. Hey. Ja, zeker. Zal ik nog even een fotootje erbij? Ik had een rijderschelling ook en daar was niet zoveel van te zien. Hè? Ja, die was toen zelfs gebroken. Die was eigenlijk zo dun geworden. Ja, dat die helaas gebroken was. Ja, maar deze is nog mooi hoor. Ja. Ziet er nog goed. Ja. Dus ja, zo smokkelden ze een beetje. En eigenlijk met alle edelmetalen munten. Dan knipten ze de kantjes ervan af bijvoorbeeld. Of, nou, ik hoop dat ze er een paar zat waren die. Ja. Hè? Die niet aan het goede gewicht voldeden en dat ze even, dat die, even hebben gestrooid of zo. Ja, dat, die, dat we die vandaag nog meer tegen gaan komen. Wie weet, wie weet. Dus we gaan snel beginnen. Ja. Yes! Zie jullie bij de eerste vondst. We gaan weer even samen kijken bij deze 1516 VDI. Klonk redelijk. Dus even kijken. Ik zal hem nog even laten horen voor jullie. Oh, nou ja, best een goeie, hè? Ik ben benieuwd. Oh. Ja, muntje. Ja, niet zo'n ouwe hoor. 1 cent, 1970. 1 cent, 1970. Ja, prachtige staat nog. Nou ja, joh, ik vind het leuk om te beginnen. Hè? Om te beginnen is het een leuk muntje. Door naar de volgende. Hatsjee. Ja, hier heb ik wel een leuke vondst. Het is een soort doosje of een hangertje met mooie versiering erop. En dat is denk ik toch wel een ouwertje. Ik zal later even een mooie foto erbij zetten, zoals jullie van mij gewend zijn. Ja, ik denk dat het een soort, ja, in ieder geval ziet het er leuk uit. Thuis eens even goed kijken. Yes.
Ben, wil je mijn vondst nog zien of niet? Hey. Wil je mijn vondst nog zien? Ja, kijk. Ik heb hier een... Een leuk, ja, ik denk dat het een bewaardoosje is of zoiets. Of een, misschien dat er een fotootje in hebt gezeten ooit van iemand. Of... Zo'n oud, pasfotohouder. En misschien zit er zelf nog wel wat in. Maar daar ga ik dat nu... Dat zou echt mooi zijn. Daar ga ik nu niet naar kijken. Want... Kijk dit dan. Oh, ja. Wat is dat? Dat is ook een oud een gedeelte van een mesheft, denk ik. Ja, hè? Kijk, die Ben, wat die vindt. Die komt gewoon met een stukje mesheft, versierd mesheft aanzetten. Het is niet heel groot meer, maar... Nou ja. Dit is toch wel... Het is versierd ook, hè? Ja. Nou, liggen toch leuke dingen dan. Ja. Hè? Gaaf, man. Ja. Deze ga ik even schoonmaken en dan ga ik kijken of er een opening zit ergens. En wie weet zit er nog wat in als je dat kan... Dat zou echt wat zijn. Ja. Wat staat er nou op? Ja, mooie versieringen. Hè? Nice, man. Dat nou, belooft heel goed. Leuk, man. Oude dingetjes, hoor. Ja, daarom. Dat is een goed teken. Yes, we zijn lekker bezig. Ja. We zijn lekker bezig. Hé, zit nog meer in? Zit gewoon nog wat in? Zat er nou gewoon nog wat leuks bij zitten, joh? Nee, dit is rotzooi. Ja, stuk lood. Dus zo zie je maar weer, altijd nog checken. In dit geval is het rommel. Maar er kan zomaar nog wat bij liggen in het gat. Nou, hij gaat weer dicht en we gaan door naar de volgende vondst. En we hebben de eerste Willemscent zo te zien. Helaas, zoals altijd versleten. Bijna altijd. Tenminste, op de akkers vind je ze niet. Maar goed. Ja, we hebben hier een gesp. Ik denk van een paardentuig. Want hij ziet er vrij eenvoudig uit. Maar toch is het wel grappig. Ja. Ja, dit vind ik super gaaf. Ik had echt een diep gat. En haal ik er een mooi... zegellood of lakenlood van Leiden uit, zeg. Hey. Normaal loop ik altijd een beetje te mopperen dat ze niet meer te zien zijn en denk ik, weer zo'n zegellood. Maar ik zie hier echt gewoon de mooie sleutels opstaan van Leiden. Ja, te gek. Deze vind ik wel heel gaaf. Dat is leuk. En dat kan zomaar 16e eeuw, 17e eeuw zijn. Ja. Ja, ja. Dit is kikken. Haha. Mooie oude vondst. Heel gaaf. Ja, super tof. Mijn gulp die gaat ervan openstaan. Ja, wauw. Ja, ja, ja. Ik haalde hem echt, ik zweer het je, minimaal 35 centimeter diep. Ja, joh. Ja, man. Ben benieuwd. En het was nog lastig, want ik moest mijn sensitivity lager zetten. Want hij stoorde op die zendmast hier zo. Zo, die is dik. Maar kijk eens hoe mooi die sleutels er nog op staan. Ja, dat is dik, man. Geen geintjes. Ja, mooi, man. Hij kwam echt van diep, hoor, ook. Ja, mooi. Ja, vind ik leuk. Links staat een L en een D. En dan die sleutels ook kruis links. En hierboven staat ook nog wat. Ja, die is echt mooi, ja. Ja, hè? Mooi, en jij had een keer man. Helemaal, jij had echt zo'n lakenlood, hè? Dit is denk ik... Een hele grote, ja. Ja, ja, ja. Heb ik wel. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Dat zijn mooie vondsten. Ja, hier ben ik blij mee. Voor. Dan gaan we deze samen doen. Even kijken. Ja. Nou... Het is gelijk een... Oh, zo, een hele mooie leeuwencent nog. Ja, joh. Ja. Ik ben er blij mee. Ja, een hele mooie leeuwencent. Ik kan er misschien een jaartje naast zitten, maar leeuwencenten werden gemaakt van 1877 tot 1941. Nee.
Nou, het kan een ouwersje zijn hoor, schoengespie of zo. Ja, ja, misschien wel ja. Ja, ja. Ja, toch mooi. Ja, zeker weten. Ja. Leuk, leuk, leuk. Goed bijzag. Ja. En nou wou ik eigenlijk ook even wat laten zien. Want als je nou, ik ga er even bij zitten, want de camera staat. Kijk, nou zijn we dan, hoeveel uur zijn we bezig, Ben? Vanaf 9:45, dus nou. Ongeveer 12:30. Nee, die heb ik ook gevonden zijn. Kijk, en dan denk je van, ja, die jongens die vinden alleen maar mooie spullen. Ha! Nou, dat mooi is niet zo hoor. Moet je eens kijken wat een band er hier al in de tussentijd uittrekt. Je bent ook mooi in de aap gelogeerd. Vaak word je ook in de aap gelogeerd. Kijk eens wat een rotzooi. Nou komt de aap uit de mouw. Tubetjes, allemaal rommel waar je niks aan hebt. Maar ja, dat hoort er ook bij hè. Kijk eens. Dus, laat je niet misleiden. Kijk, we brengen nou vaak eenmaal de mooie vondsten in beeld, omdat dat het leukste is om te zien natuurlijk. Maar goed, kijk, het kettingkies, alles zit ertussen, joh. Dat, een zak vol. Ik kan nog wel even door blijven gaan, maar nu stop ik ermee. Maar dan weet je dat in ieder geval. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Kijk. En netjes alles opruimen, want er lopen ook dieren op het land. En je wilt niet dat hun dat in de bek krijgen. Dus je moet het achterlaten zoals je het hebt gevonden. Hoppa. Laat dat maar eens even lekker duidelijk. Precies. Wat heb je, Ben? Een muntje. En het is geen leeuwencent. Kijk eens, kop. Hij kijkt naar rechts. Dus dat zou een Willem 3 moeten zijn als het... Ja. Zou het een zilvertje zijn? Ik denk het wel. Ja joh, weer gaan. Ja. Lekker, gewoon de eerste vondst. Na de lunch. Ja, we hebben een boterhammetje gegeten. Nou, echt. Ja. Formidabele gewoon, echt prachtig. Willempie 3 dan hoor, hey. Of het moet, ja, nee. Denk het dan toch wel hoor. Is het wel zilver? Ja, denk het wel. Dus die gaan we even in de bak soda doen. Dat denk ik ook, ja. En een gummetje eroverheen, zoals Dirk mij als tip gaf. Ja. En dat werkt als een tiet. Nou had ik vorige keer wel een zilver duppie van Willemina, geloof ik. Ja. En die kwam best mooi uit de grond eigenlijk. Maar toen had ik ook een gummetje eroverheen gehaald. Ja. En toen zag ik gelijk het verschil eigenlijk dat hij een beetje versleet daardoor. Dus eigenlijk was het een beetje, dat zilver was een beetje zacht geworden. Ja, dat kan wel. Dus ja, dat... Want bij mij is dat Wilhelmina uit 1903, is het jaartal, is dus ook... Dus het kan goed uitpakken, wel. Maar soms dan kan het ook een beetje vervelend uitpakken. Oh. Maar baksoda kan je sowieso wel doen, dat wel. Ja. Maar gummen, dat, ja, ik had of... Ja. Toen zag ik dat het een beetje minder... Maar je kon het nog wel zien, of niet? Ja. Nou ja, leuk Ben. Ja, mooi hè. Toppertje. Kijk. Daar doen we het voor. Klein beetje poetsen. Ja, voor jou was iets, hij is wel een beetje aangekoekt. Ah, hij is mooi hoor. Aangekoekt. Kijk, en die 1 cent, de andere kant. Ja. Zo. Ja. Ja, nou, toch leuk. Prachtig. Ja. Nou, in één keer, die lunch die heeft jou goed gedaan. Ja, hoi. Hoi. Kijk, je met kipfilet, hè? Ja. Dat is toch... Lekker, maat. Dat is goed voor je. Ja, mooi, man. Ik ga weer naar mijn eigen plekje. Ja, ga snel verder. Jij moet ook nog wat. Kijk dit dan joh. Een vis. Ben, ik heb een vis. Wat is dit nou weer? Een vis. Wat is dat nou weer voor iets geks? Vind ik gewoon een vis. Ja. Even kijken. Ik had, kwam een beetje storend binnen. Eerst kwam die lekker binnen en toen storend. Oh ja.
Wat is dat dan voor iets geks, joh? Hè? Ik word geroepen door Ben dat hij wat moois hebt. Nou, dan ben ik benieuwd. Hij wordt wild. Dus we gaan snel samen kijken. Een mooi hangertje, hoor ik. Een mooi hangertje. Oh. Even kijken, hoor. Ja, ja, kijk maar eens goed, meisje. Ja, het is wel iets. Het is iets. Mooi. Wat is het precies? Ja. Wat is het precies? Je moet hier ook nog letters staan. FR. FR. Fromage. 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 Quattro fromage. Dat is gewoon een winkelwagenmuntje. Ja. Van de 18e ja, eeuw. Ja, 18e eeuw, ja. Ja, hey. Kun jij dat zien dan, FR? Oh. Ja, moet je heel goed kijken, ja. Ik heb hele scherpe ogen. Ik eet veel wortels. Ja, zo in ieder geval iets heel ouds, ja. Ja, dat is mooi. Dat is iets heel ouds. Maar kun je het nog opknappen? Dat is een tweede ding. Ik zou het in de olijfolie leggen misschien. Olijfolie. En niet te veel aanrommelen verder. Nee. Waarschijnlijk even een doekje eroverheen en dan... ja. Mooi hoor weer. Lekker Ben, lekker maat. Ja toch? Helemaal goud. Gaat in mijn muntenbakkie. Ja. Je moet ook heel blijven. Super. Dit gaat lekker. Kijk dan, het paard gaat er helemaal bij liggen joh. De hele grond trillen joh. Hey. Ja, lekker lekker. Lekker rollen. Kijk eens joh. Hij heeft het helemaal naar zijn zin. Lekker rollen. Oh, zo dan. Wat een gewicht heb zo'n beest, hè. Je voelt die hele grond heen en weer gaan. Hij vertrouwt ons wel. Zie je dat? Anders dan doet hij dat niet. Oh, kijk, ik doe mijn muntenbakje en het brokkelt af. Maar je ziet daar wel gelijk door weer beter. Ja, ja. Oh, ja. Hè? Zo. Ja, joh. Het is dat dan de engeltje? Ja. En een man zitten met... Blijf wel iets met religie te maken. Hij is nou nog beter zichtbaar geworden. Die is mooi. Er zit een engeltje daarboven. Wow. Er zit een man erin. Ik doe hem met mijn bakkie en hij brokkelt wat af. Ik haal hem eruit en dat komt tevoorschijn. Oh. Nou, voorzichtig mijn zaan. Ja. Oeh. Wat heb je? Ja, 100%. Wat? 100% koper. Ja. Ja. Wat is dit dan? Dat zie je dus. Wow, wel mooi man. Helemaal compleet. Zo. Gaat in de kas. Want dan is je... Ah, hij is hier wel een beetje gescheurd. Wel. Zo. Ja, laat hem zelf. Laat hem zelf maar eventjes zien, nou, Ben. Nog niet. Hè? Van oudje. Ja, zo. Ja, ik vind het wel leuk. Dat is echt. Super. Ga ik morgen mijn pap mee eten? Je brintatje. Mijn brint aan mijn havermout. Je havermoutje. Dat is mooi hoor, hè. Lachen, man. Ja. Kijk, hè. Dan merk je nog wat er mee. Nee, of dat is het zilver eronder dan, is gewoon nee, dat is eigenlijk officieel natuurlijk. Ja, de. Kijk, als je koper gaat halen bij de bouwmarkt, dan zie je dit. Ja, klopt, ja. Dan zie je die kleur. Maar nu heb je het natuurlijk zo lang in de grond gelegen. Ja. Dat je dan, ja. Mooi man. Aardig verbogen, dat wel. Ja, maar wel leuk. We zijn aan het einde gekomen. Yes. Toch wel leuke vondsten gedaan. Zeker, zeker. Jij hebt zelfs nog zilver, denk ik. Ja, dat was zilver. Ik denk een zilveren Willem III. Ik hoop dat ik hem nog een beetje... Want hij keek naar rechts. En als hij naar rechts kijkt, dan is het altijd Willem III. Want we zagen wel dat het een mannelijk hoofd was. Ja, hè? Dat zeker. Ja. Dus ja. Ja, ik hoop dat ik hem nog een beetje schoon krijg. Ja, ja, ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Komen leuke, leuke hangertjes, leuke, andere leuke relieken. Ja, ja. En net zijn we nog wat leeuwencentjes tegengekomen, Juliana. Gewone 1 centjes, zeg maar. We hebben weer wat schoon te maken thuis. Ja. Dus dat gaan we dan doen.
Bedankt weer voor het kijken. En wij gaan lekker naar huis. Warme douche nemen. Lekker opfrissen, eten. En de beentjes op tafel. En dan is het weer mooi geweest voor vandaag. Morgen weer aan die arbeid. Yes. Of we moeten echt een keertje dat we zo'n klapper maken met een muntschat. Dat we dan gewoon kunnen stoppen met werken. Hè? Dat zijn we helemaal. Ik verkoop het niet, hè? Nee? Nee, ik verkoop het niet. Ik blijf liever werken, hoor. Oh ja, blijf liever werken. Ja. Oké. Okay. En misschien de helft dan of zo, dat je de helft houdt en dat je dan... Misschien, ja. Dat het dan wat makkelijker. Dan ga je bijvoorbeeld 2 dagen in de week werken. En dan heb je die andere helft van de muntschap om nog lekker naar te kijken, van te genieten. En dan zou dat wat zijn. Dan kun je 5 dagen in de week zoeken en 2 dagen werken. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed. We gaan afsluiten. Yes. Goed. Adios. Hou omhoog.